Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Niet schrikken, want ja, ik heb mijn haar eraf geknipt. Of ja, ik heb het laten doen natuurlijk. Ik heb een nieuw kapsel en ik ben er echt ontzettend blij mee. En ik heb het gisteren ook al gedeeld op Instagram en ik heb super veel leuke reacties van jullie gekregen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar daar gaat deze video natuurlijk niet over. Ik ga vandaag een Q&A opnemen. Ik heb net op Instagram dit fotootje gedeeld. En daarop konden jullie vragen achterlaten. En ik heb echt super veel leuke vragen binnengekregen. Dus die ga ik vandaag voor jullie beantwoorden. Dus heb je zin in deze video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we gelijk beginnen met de video. Oké, laten we gelijk beginnen. Ik pak gelijk even de vragen erbij. Ik heb er echt heel erg veel binnengekregen, dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik ga proberen om zoveel mogelijk vragen van jullie te beantwoorden. Ik ga denk ik beginnen met de vragen over mijn haar, wat misschien wel logisch is, want ik heb daar echt ontzettend veel vragen over gekregen. Hoezo heb je je haar zo kort geknipt? Nou, ik was echt klaar voor iets totaal anders. Ik was het echt helemaal zat, dat lange haar. Ik deed er elke dag helemaal niks mee. Tenminste, als ik uitging, krulde ik het wel eens, maar... Ik vond het gewoon zo lang en ik kon er niet veel mee. En ik deed het altijd eigenlijk los en ik vond het gewoon niet meer leuk. Dus ik dacht, ja, dan knip ik het gewoon kort. En ik wilde het al wel een tijdje, maar ja, nu dacht ik, ik ga het gewoon doen. Dus ik heb het gedaan en ik ben er heel erg blij mee. De volgende vraag is, woon je nog thuis of woon je op jezelf? Ik woon nog thuis, waar ik super blij mee ben. Ik heb eigenlijk niet echt heel erg de behoefte om nu al uit huis te gaan. Ik zou het wel heel erg leuk vinden, maar ja, ik kan het gewoon nu niet betalen. En ik hoef ook niet echt op kamers voor mijn studie. Ik kan gewoon met de trein er gemakkelijk heen. Dus dan vind ik het gewoon zonde en weggegooid geld als ik dan wel op kamers ga. Dus ja, ik woon nog gewoon lekker thuis. De volgende vraag is, heb je ooit gerookt? En ja, ik heb een keer gerookt en daar ben ik niet trots op. Voorheen deed ik het best wel vaak met uitgaan. Maar daar ben ik een jaar geleden ongeveer helemaal mee gekapt. Dus ik heb sindsdien nooit meer een sigaret aangeraakt. Wat ook een heel erg veel gestelde vraag was, waar mijn ringen van zijn. Ik heb het even voor jullie opgezocht, want ik krijg dit ongeveer in elke video gevraagd. Maar ik heb ook eventjes de stijlen van de ringen opgezocht. Ik zal even beginnen met de ring die ik als eerste had en dat is deze. Ik heb het opgezocht. Dat is de Chainstone ring met een tijgeroog. Dat is dus deze. En deze heb ik in maat 17. Ik heb eigenlijk al mijn ringen in de maat 17. En daarna kocht ik deze om mijn middelvinger. Dat is de George Small Silver Ring. Ook in maat 17. En dan deze. Die kocht ik als laatst. En dat is de zilveren Barbara Double Ring. En voor de mensen die het zich afvragen. Dit dingetje die erop zit, die zit los. Toen ik hem kocht dacht ik dat hij vast zat, maar dat zat hij dus niet. Maar dat je het even weet. Dus dat zijn mijn drie Buddha to Buddha ringen. De stijlen, de namen. Dus ik hoop dat je nu iets beter kunt zoeken. En ik heb ook nog hier een nieuwe ring om. En deze is van Hello My Love Store. En die was maar 15 euro. Dus dat is super chill. Dan een vraag die ik ook best wel veel kreeg. Was de vraag hoe ik Wesley heb leren kennen. Volgens mij heb ik deze vraag al wel een keer beantwoord in een andere video. Wes en ik die hebben elkaar leren kennen in de supermarkt. We werkten toen allebei bij de Deen. Maar toen waren we nog niet echt samen. Ik heb er in totaal 3 jaar gewerkt. En toen werkte Wes er al niet meer. Maar we hielden nog wel af en toe eens contact. En ik kende ook wel een aantal mensen die hij dan ook weer kende. En... ja, en op een gegeven moment zijn we toen gaan daten. En daar is dit uitgekomen. En we zijn nu al bijna 9 maanden samen. Of nou ja, we zijn 9 maanden samen. Dus superleuk. Iemand vraagt, ben je nog model? Nee, ik ben geen model meer. Al een tijdje niet meer. Ik heb er gewoon simpelweg geen tijd meer voor. Ik wil me niet houden aan de regels die eraan vastzitten. Ik heb geen zin om op mijn maten te letten. Dus nee, ik vind dat niet meer zo chill. Af en toe doe ik nog wel eens fotoshoots, maar... nee, ik zit niet meer bij een modellenbureau en ik vind dat wereldje eigenlijk ook niet helemaal iets voor mij. Dan de volgende vraag. Hoe krijg je zoveel volume in je haar? En daar kan ik misschien wel een video over maken. Ik zei het ook al in mijn weekendvlog die vrijdag online komt. Als jullie het leuk vinden, dan kan ik misschien een video opnemen waarin ik verschillende haarstijlen laat zien ofzo met dit korte haar. Want je kan er best wel veel mee. En dan kan ik ook wel laten zien wat ik doe om er volume in te krijgen. Dus... ja, maar voor nu, ik gebruik heel erg veel droogshampoo. Iemand vraagt, heb je al spijt van je korte haar? Nee, dat heb ik niet, want ik heb het gisteren laten knippen. Tot nu toe heb ik er geen spijt van, maar als ik nu foto's zie met mijn lange haar, denk ik, oh, dat was eigenlijk ook wel heel erg mooi. Maar ik weet, als ik dit niet meer mooi vind, dan groeit het toch wel zo weer aan. Dus mij maakt het niet heel erg veel uit.
En ik vind afwisseling heel erg leuk. Dus ik heb er nog geen spijt van. Iemand vraagt, waar koop jij je broeken? Ik ben 1,80 en mijn broeken zijn ook vaak te kort. Ja. Ik vind het niet erg als mijn broek een beetje hoog water is. Ik vind dat niet heel erg lelijk. Ik hoop dat ik het kan laten zien. Kijk. Oh! Ja, mijn broek zit ook niet helemaal tot aan mijn enkels. Ik vind dat juist niet zo heel erg mooi. Maar mijn broeken die ik nu heel erg chill vind zijn van Naked. En dat is deze stijl. Ik zet wel even een afbeelding hier. Die heb ik in het blauw en in het zwart. Die zitten heel erg mooi. Niet heel erg lang. Maar als je echt een lange broek wil, dan kan je kijken op Zalando. Daar verkopen ze Noisy mee. En daar hebben ze lengte maat 34. En die komt echt tot je enkels. Die is super lang. Iemand vraagt, ga je nog op vakantie? Zo ja, waarheen? Zoals jullie misschien hebben gezien in mijn vorige video's, weten jullie dat ik nog niet echt weet waar ik op vakantie naartoe wil. Ik wil wel heel erg graag op vakantie. Wes en ik die zijn wel aan het kijken naar vakantie, maar we weten nog niet zeker of we daarheen gaan. Maar misschien als jullie deze video zien, hebben we wel al geboekt, want we zijn wel de laatste paar dagen aan het kijken. Maar waarheen weten we nog niet. We zijn aan het kijken voor Kreta, Kos, ook volgens mij Turkije. Dus ja, het kan nog eigenlijk alle kanten op gaan. Dan de vraag, wil je later kinderen? En ja, ik wil later wel kinderen. Maar ik wil wel gewoon eerst mijn studie afronden. Want ik wil hierna ook nog doorstuderen. En ik wil ook gewoon dan in een mooi huis wonen. Dat ik eigenlijk eerst alles op orde heb en dan pas een kind neem. En ook eerst een hond. Op welke leeftijd had je je eerste bijbaantje? Ik was 15 toen ik bij de Deen ging werken. Toen had ik net mijn examens gehad. En toen had ik heel erg lang vakantie en ik wilde geld verdienen. Dus toen ging ik bij de Deen werken. Waar ik dus ook best heb leren kennen. Dan de vraag, hebben jij en je zus vaak ruzie? Nee, we hebben echt nooit ruzie. Meestal als we, nou ja, ruzie hebben, dan is het gewoon een kleine discussie. En dan hebben we elkaar wel al snel vergeven. Jo en ik doen gewoon alles met elkaar. We weten alles van elkaar. En ja, eigenlijk valt er niet echt ergens ruzie over te maken. Dus we hebben echt bijna nooit ruzie. Waar ik echt heel erg blij mee ben. Iemand vraagt, hoe denk je over tattoos? En wil je zelf ook iets? Ik vind tattoos heel erg mooi bij andere mensen, maar ik denk niet dat ik het iets vind voor mezelf. Misschien zeg ik dat nu en heb ik over 10 jaar heel veel tattoos, ik weet het niet. Maar op dit moment sta ik er niet voor open. Ik heb heel erg zo'n angst voor dingen op mijn lichaam of in mijn lichaam. Wat er niet meer uit kan of weg kan, dat vind ik heel erg beangstigend. Iemand vraagt, zou je ooit iets aan jezelf laten doen? Waar ik wel echt serieus een keer over na heb gedacht, is een kincorrectie. En dat is nog steeds iets waar ik best wel mee zit. Maar dit soort dingen zie ik zelf gewoon heel erg. En ik denk dat je dat per persoon ook hebt. De ene vindt zijn neus vet groot en die ziet dat zelf gewoon heel erg. En dan denk ik echt, meid, waar heb je het over? Maar dat heb ik dus ook met mezelf. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ik vind mijn kin van de zijkant heel erg uitsteken. Ik lijk wel een maan of zo. Ik stoor me er zelf heel erg aan en ik let er ook heel erg op met foto's en zo. Dat ik niet van de zijkant op de foto sta. Waarschijnlijk staat het echt helemaal nergens op, maar dat is gewoon iets wat ik dus zie. Maar als ik iets aan mezelf zou veranderen, dan zou dat denk ik zijn. En hoe ze dat kunnen fixen, I don't know. Ik krijg ook heel erg veel de vraag, hoe lang ben je? Ik ben 1,77 meter. Vergeleken met mijn vriendinnen ben ik heel erg lang. Maar ik vind het maar, wow. Ik vind het eigenlijk wel meevallen hoe lang ik ben. Welke opleiding doe je en in hoeveelste jaar? Ik doe de opleiding Media Vormgeven op Media College. Ik zit in mijn 3e jaar van de 4. En ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil gewoon klaar zijn met school. Ik wil gewoon mijn diploma hebben. Ik wil doorstuderen. En voor zo'n opleiding is 4 jaar echt veel te lang. Iemand vraagt, wat voor werk doe je? Ik heb niet, ja, eigenlijk wel. Stage is eigenlijk wel gewoon mijn werk, want ik werk gewoon fulltime. Ik werk 5 dagen in de week, maar ja, met een stagevergoeding. Dus dat is niet echt werken, dat is gewoon stage. Maar omdat ik de stage loop, heb ik eigenlijk geen tijd meer om te werken. Omdat het gewoon te vermoeiend is. Ik kom echt gewoon kapot thuis na een week stage. Dus daarnaast kan ik niet echt meer werken. Of ja, YouTube is ook gewoon mijn werk. Maar dat beschouw ik niet zo, omdat ik het gewoon super leuk vind. Dus ja, mijn stage is mijn werk. Als ik stop met stage ga ik wel weer een nieuwe baan zoeken. Maar wat, weet ik nog niet. Oh, ik krijg ook echt super veel reacties van geen vraag. Maar je haar zit echt zo ontzettend mooi. En het is zo mooi als het kort is. Ik krijg daar echt super veel reacties van. Dus super lief. Heel erg bedankt. Iemand vraagt, wat is leuk om te doen voor je verjaardag met vrienden? Nou, hangt er natuurlijk van af in welk seizoen je jarig bent. Ik ben echt midden in de herfst-winterjarig, 30 november. En ik had een pubquiz gedaan. We gingen eerst met z'n allen eten. En toen hebben we dus een pubquiz gedaan. Die kan je zelf een beetje samenstellen.
Op internet staan super veel vragen en dat is echt heel erg leuk. Het zijn allemaal van die weetjes die je dan misschien net wel of niet weet. Maar je moet het maar eens even opzoeken, want het is wel heel erg leuk om dat zelf te organiseren. Tenminste, dat had ik gedaan voor mijn verjaardag. Mijn zus is in de zomer jarig en dan gaan we gewoon altijd hier met een partytent buiten zitten. Gewoon lekker muziek, spelletjes en zo. Dus ja, ik hoop dat je er iets aan hebt. Volgens mij niet, maar dan de vraag, hoe krijg je zo'n fliekie huidje? Ja, dat had ik niet altijd. Ik hou het heel erg goed schoon. Ik reinig het goed. Ik haal elke avond mijn make-up eraf. Ik smeer het goed in. Ja, ik verzorg het gewoon ontzettend goed. En ik gebruik de juiste producten. Dat is ook wel heel erg belangrijk. En de pil nog steeds. Dat heeft echt wonderen voor mijn huid gedaan. Dan de vraag, wat is je favoriete winkel of webshop? Ik shop heel erg graag bij Naked. En ik denk dat jullie dat wel weten. Want bijna al mijn outfits zijn van Naked. Naast Naked vind ik Living In bij Romy heel erg leuk. Romy's heet het nu volgens mij. Daar hebben ze gewoon echt super veel unieke kledingstukken. En ook gewoon hele mooie dingen. Wel iets prijziger. En echt een fysieke winkel denk ik toch nog wel de Zara. Tenminste, daar kan ik de laatste tijd niet heel erg veel leuke dingen vinden. Dus ja, ik shop eigenlijk bijna alleen maar online. Iemand vraagt, waarom bestel je altijd zoveel kleding? Je zegt heel vaak dat je weer een pakketje hebt. Ja, dat klopt. Eigenlijk is het gewoon mijn werk. Ik krijg ook heel erg veel dingen toegestuurd. Wat ik natuurlijk heel erg leuk vind. En daar moet ik dan weer iets over zeggen. Of ik moet het aantrekken voor een foto. Weet je, dat is mijn werk eigenlijk. Dat is wat ik doe. En ik vind het heel erg leuk. En ik kies alleen kleding uit bij een webshop wat ik echt heel erg leuk vind. Ja, ik doe ook echt ontzettend veel dingen weg. Meestal als ik een pakketje binnenkrijg, zorg ik ook weer voor dat er dingen uit mijn kast gaan. Zodat het niet binnen blijft komen. Want ik verkoop ook wel gewoon heel erg veel dingen. Dan de vraag, wat zijn jouw ervaringen met stage? Ik ga na de zomervakantie op stage. Ik ben nu al zenuwachtig. Ik was niet zenuwachtig. Ik was er alleen niet goed op voorbereid. Ik vond stage aan het begin heel erg wennen. Nu nog steeds wel. Ik moest heel erg inkomen, want ik werd gelijk in het diepe gegooid. Ik moest gelijk 40 uur gaan werken. Helemaal geen school meer. Kijk, als je tussendoor nog een beetje school hebt, dat is super chill. Maar nu moet je gewoon echt een heel jaar, tenminste ik moet een heel jaar fulltime werken eigenlijk gewoon. Maar ja, mijn ervaringen ermee, dat is natuurlijk ieder voor zich. Het hangt er ook vanaf bij welk bedrijf je zit. Bij mij is het best wel zwaar gevallen. Maar ja, je moet gewoon heel erg wennen. Je moet openstaan om nieuwe dingen te leren en dan kom je er echt wel. En je hoeft echt niet zenuwachtig te zijn. Nou guys, dit was het dan. Dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Vond je het leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Ik zou het ook super leuk vinden als je een reactie achterlaat en je je abonneert op mijn kanaal hier beneden. We hebben laatst de 35.000 abonnees gehaald, dus daar ben ik echt super blij mee. En dat komt natuurlijk allemaal door jullie. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video weer. Doei!